Jeffrey van Eersel, de oefenperiode zit erop. Wat is jouw gevoel? Mijn gevoel, denk wel dat we hem vandaag goed afgesloten hebben. Het is wel een wisselvallige oefenperiode geweest. Hè? Ik bedoel, we hebben lang op Jeff moeten wachten die dan vandaag uiteindelijk meedoet. Maar structureel missen we wel in zes wedstrijden gewoon telkens 4-5 jongens. Dus, dat is een lijn, hè? Ja, dat is telkens een lijn. Dus optimaal kunnen oefenen in die oefenwedstrijden, dat is niet gelukt. We hebben wel, ik heb natuurlijk wel een beeld eraan overgehouden. We hebben gelukkig wel compleet kunnen trainen de laatste weken. Dus ja, maar uiteindelijk in de wedstrijd wil je dingen zien en uitproberen. En die gelegenheid hebben we helaas niet helemaal gehad. Daarin is wel goed om te zien een aantal dingen wat we trainen, dat we wel terug beginnen te zien in de wedstrijden. Alleen had ik gehoopt dat we iets verder hadden gestaan dan dat we nu zijn. Alleen ja, ik vind wel dat we de goede kant op gaan. Dus met andere woorden, eigenlijk begint het seizoen wat te vroeg voor jou? Nou ja, nee, je weet van tevoren. Ja, er zijn omstandigheden waar je niks aan kan doen en dat is heel vervelend. Het seizoen begint wanneer het begint en dat is volgende week. En hoe we er dan voor staan met blessures, schorsingen, ja, daar heb je mee te dealen. En weet je, dan gaan we morgen eens even naar kijken hoe dat we de eerste weekend ingaan. Hoe het gaat, want Matteo is vandaag weer uitgevallen. Luca moeten we even afwachten hoe dat gaat lopen de komende week. Dus goed, gedurende de week zullen we kijken hoe we dat gaan invullen. Je hebt heel wat nieuwelingen binnengehaald. Ja, ik denk dat we in totaal een stuk of 10 nieuw hebben. En daarbij nog wat jeugdspelers. Dus dat heeft ook even tijd nodig om aan elkaar te wennen. Om daarin wat structuur te krijgen en de juiste mensen bij elkaar te zetten. Dus de komende weken zullen we waarschijnlijk nog wel wat wisselingen zien. Maar goed, ik ben nooit bang om te wisselen. Ik vind ook als jij wel ingespeeld bent en het gaat bijvoorbeeld in een wedstrijd niet, dan ben ik ook niet bang om jongens op andere positie te zetten om iets te forceren. Dus daar ben ik ook niet bang voor nu. Uit België heb je wat spelers gehaald. Er ligt natuurlijk de link van, ja, je bent bondscoach daar. Je ziet precies wat eventueel goed is voor geleden. Nou ja, goed, de link met België direct zo is, ja, die is er wel, maar zo hebben we daar niet naar gekeken. Ik denk dat wij hebben gekeken wat beschikbaar is. Ik denk dat wij in de zomer 30 spelers gesproken hebben die uiteindelijk nee gezegd hebben. Om verschillende redenen. Dus we hebben wel breder gekeken dan alleen maar, ik ben coach van België, ik pak er daar 2 of 3. Zo is het niet gegaan. Maar daarin weet je wel natuurlijk, we kennen alle spelers uit de competitie. Nederland, België en jongens hier uit de omgeving, jeugdspelers die in het buitenland zitten. Daar zijn we in gaan zoeken. Wat er nu staat is het resultaat van wat gelukt is binnen het budget wat we hebben en mogelijkheden wat er is. Tevreden met import? Ja, zeker. Ik ben tevreden met iedereen. Ja, want iedereen moet het team vormen. Ja, zeker. Ik bedoel, je bent zo sterk als je zwakste schakel. En als ik kijk naar jonge jongens, ik denk dat er een goede mix is tussen oud, jeugd, import, diversiteit en mobiliteit, fysiek. De groep pakt zich hecht onderling. Dat is ook positief om te zien. Dus de basis is goed. Het heeft alleen nog even wat tijd nodig. Wat kunnen de fans verwachten? Ja, oké, het heeft wat tijd nodig, maar niet direct wanhoop als het in het begin misgaat? Nee, ja, weet je, ik kijk daar zo. Ik denk niet dat wij een team hebben die vooruit kan plannen wat onze doelstelling is om te gaan voor titels en zo. Wij gaan echt gewoon per weekend, per wedstrijd kijken. En wat mensen kunnen verwachten is een team met strijd. Energie en wij proberen verzorgd leuke ijshockey te spelen. Nou ja, goed, vandaag is dat gelukt. Een aantal wedstrijden iets minder, maar goed, daarvoor is voorbereiding. En vanaf volgende week gaat het om het echie. En dan moeten we kijken dat we er zo sterk mogelijk op staan. Dus mensen die nog geen seizoenskaart hebben, daar raad je natuurlijk aan van, koopt u maar. Want daar komen we wel weer leuke wedstrijden. Die hebben veel te lang gewacht mee bestellen. Oké, succes. Dankjewel.